Goedemiddag, het is 4 september, dus boodschappentijd. Nou, dus even afvaltas, maar goed. Dit is de limonade die nog over is. Maar ja, nee goed. Dit is de limonade die we gekocht hebben. Crystal Clear, die Royal Club, die komen bij de Lidl vandaan. Sparkling water voor Dennis. En dan weer de noodzakelijke colaatjes, spaatjes, fantaatjes. Deze vind ik heel lekker. Dat is Schweppes met citrus. Die zijn voor mij. Als het goed is, zijn er daar. Ja, ik zie er achter nog geen 4 van. Dan gaan we heel snel langs de afwas. Want ik heb koekjes gebakken net. Beginnen. Schoonmaakmiddel. Ja, mijn spuitje was op. En dan heb ik korfvlees gekocht. We hebben bij de Lidl katteneten gekocht. En chocola bij de D. Korfvlees om te paneren. Dan voor Wessel een heleboel proteïnedrinkjes. Of toetjes en brekers en drankjes en puddingjes en nou, ik weet het allemaal niet. Alpro. Deze zijn naturel. Deze. Die zijn ook voor Wessel. En die kers en blauwe bessen zijn voor Dennis. En dan heb ik hier nog meer brekers. Wessel gaat weer naar school, hè. Sinds afgelopen woensdag. Dus dat kan hij dan meenemen voor na het sporten. Hij is heel fanatiek, hoor. Ik heb een potje champignons. Altijd handig om te hebben. Ratatouille, lactosevrije melk, olijfolie, ik moest er even over nadenken, mayonaise en ketchup, dit zijn Wesselse proteïnedrankjes. Ik mis echt dingen. Nou, vluchtgort, dat leek me een beetje iets als Tarly van vroeger. Aardappelpuree, daar heb ik kuppensoepjes, tomatenblokjes. Hier heb ik een koekje voor Wessel. Dat is die nog wel. 2 keer noedelsoepje. En gewone noedels voor Wessel. Voor Dennis en mezelf, als ik dat trek in heb. Stroopwafels, pennywafels. Voor Wessel heb ik een heleboel koffie. Hier ook een in een blikje. Espresso. Dit is allemaal macchiato's en cappuccino's. Die is heel groot, dus die is gratis. Want ik had een gewone besteld. Dus die heeft hij zo gratis gekregen. Dan heb ik hier bosui, gewone ui, shallotten, gewone ui, een rode ui. Een heleboel geraspte kaas, Tex-Mex, mozzarella, Tex-Mex, belegen kaas, oude kaas en pasta kaas. Hopjes vla. Tomaten is voor mij. Tomaten, bananen. Yoghurt voor Dennis of voor Wessel. Philadelphia voor mij. Roomkaas voor een sausje. Chorizo worst. Ik zit weer met mijn buik ergens tegenaan. Eieren. Hier een heleboel aardappels. Boter voor op brood en voor te bakken. Dit is, gebruik ik altijd voor cake en zo te bakken. Appelmoes. Beemsterkaas en oud Amsterdam. Zo, smeltsu, bakboter, 2 van die blikjes tonic met grapefruit, 2 keer Coolbest, 1 keer met aardbeien en 1 keer gewone. Dan heb ik hier poffertjes, pannenkoeken en allerlei American pancakes. Naturel, chocolate chip met bessen, hummus, kipreepjes. En een hele lading vlees. Valais. Kalkoenspekjes. Dit is ontbijtspek. Om te bakken en zo. Sausijsjes. Ik heb hier gewone spekjes. Hier ook gerookt spek. Kalkoensnietsels. Dit is allemaal kip. Chipolata worstjes. Ook kip. Hier heb ik hamburgers, zigeunersnietsels,
veggie nuggets, veggie, nou iets, sausijsjes, wat zijn het? Zigeunersnietsels. Gehakt. Kaasnietsels, falafel zit erbij. Nou, van alles. Dan heb ik hier iets voor de katten te snoepen, iets voor Guus te snoepen. Dit zijn een soort vissticks, maar dan van groenten. Kaas of vlees, frikandellen, kipkebab, beefkebab en kipkebab. Ik heb altijd deze, maar ik dacht, nou, laat ze ook maar een keer beef proberen. En we proberen een keer die van de Jumbo zelf, kijken of dat lekker is. 2 zakken patat en spruiten. We hebben de dunne patat, want dat vindt best wel lekker. Dan heb ik laurierblaadjes, kleine wrapjes voor de ontbijt. Saus, ik heb kramp in mijn teen. Spaghetti. Dan hebben we hier macaroni, spaghettini. Ramennoedels. Hier heb ik wat soep, goulashsoep, uiensoep. Hier wat gehaktballetjes in tomatensaus. Tomatencremesoep en champignonsoep. Dan heb ik hier orzo, basmati rijst en pokeball rijst. Ik weet niet wat er anders aan is, maar ik dacht, Wester is er gek op pokeballs. Dus wie niet. Maar goed, ik neem dat mee. Dit is voor Wessel Liga proteïnereep. Deze zijn gewoon ook voor Wessel of voor mij of zo, als ontbijt. Dan heb ik macaroni stroganoff saus en boerenomelet. Haha, zo, nu ging even schuin. Ik heb mirin en rice vinegar. Dat is om sushi rijst te maken. Dat vind ik dan wel eens lekker om te eten bij iets gewoon. Niet per se sushi. 2 pasta sausen van Bertolli waren in de aanbieding. Ananashapjes voor Dennis. Milka voor Wessel. Mini zouten crackers voor Dennis. Belvita softbakes met hazelnootsmaak. Er zit dan een soort hazelnootpasta aan de binnenkant. Die vind ik erg lekker om te eten. Dat is mijn leftover van de Valk van vanmiddag. En bakpapier. Heb ik dan alles gehad? Dan hebben we alles weer gehad. Dan moet ik het nu gaan opruimen. Nou. Ik heb het idee dat ik dingen mis. Maar in het mailtje stond alleen maar... Dat heb ik gelezen van de dingen die ik niet zou krijgen. Maar ik heb het idee dat ik buiten dat nog dingen mis, zeg maar. Maar goed, het zal wel. Het is wel weer veel. Maar... Het was nu echt wel een beetje op. Dus het moest ook aangevuld worden. Wessel wil natuurlijk veel van die proteïne dingen hebben. Ik heb veel voorgebakken dingen. Dat kan Wessel meenemen naar internaat. Dat klinkt heel heftig. Hij zit op internaat. Dat is gewoon een soort... Hij heeft een soort kamer waar hij dan verblijft als hij op school is. Dat regelt school allemaal. Dat die gebouwen zijn van school. En de meeste gebouwen, zeg maar, tot de 4e klas zitten op het terrein van school. Dus op de campus. Het is echt een campus. En Wessel zit dan, omdat Wessel ouder is en nu al voor het 8e jaar meedoet. Dat gebouw zit buiten school. En dan gaat hij gewoon met de auto. Maar goed, dan kan hij dat lekker als ontbijt of als toetje of als avondeten. Want avondeten is niet altijd helemaal goed. Op een hotelschool, dat zou je niet verwachten. Maar goed, dat is wel zo. Dus dan kan hij, naar eigen keus, kan hij dingen meenemen van huis en zo. Dat mag natuurlijk altijd. Ik heb een velletje aan mijn lip waar ik ondertussen, omdat ik aan het praten ben, dat er af aan het bijten ben. Oké, ik ga opruimen. De mannen mogen zo meteen limonade doen. En tot de volgende maand. Welkom op mijn hobbykanaal. Dit waren de boodschappen. Er waren van ongeveer €390. Helemaal zelf betaald. Geen spon. Ook niet speciaal voor de video. Dit is allemaal gewoon wat wij gebruiken. En hier zal ik ook nog wel van overhouden, neem ik aan. Maar goed, dat was hem. Nou, wees lief voor elkaar en tot de volgende keer. Doei doei.